Ondertussen moet er een nationale zorgreserve komen. Ja, mensen die dus kunnen worden opgeroepen om bij te springen in de zorg als er sprake is van een pandemie, een ramp of een aanslag. Demissionair minister De Jonge die hoopt dat volgend jaar in het najaar dat die nationale zorgreserve al klaar staat. Zodat er dus extra handjes bij komen op het moment dat de nood aan de man is. Je kunt het een beetje vergelijken met de reservisten bij het leger. Die deeltijdmilitairen die worden opgeroepen als het nodig is. Er zijn al ruim 700 mensen die zich hebben aangemeld. Student, verpleegkundige en oud-zorgverleners die zijn gestopt of overgestapt op een andere baan. Die hebben al aangegeven, mij kun je bellen op het moment dat het nodig is. Uiteraard moeten ze wel hun vaardigheden en kennis op peil houden.